Ik ben Ia Carpentier, afgestudeerd als radioloog. Ik ben al sinds 1 oktober werkzaam hier eigenlijk op alle 4 de campussen. En ja, het is de bedoeling dat ik hier voornamelijk neuroradiologie en hoofd-hals-radiologie doe. Ja, dat is eigenlijk een heel uitgebreid aanbod aan pathologie. Dat zijn mensen die komen voor bijvoorbeeld hoofdpijn, multiple sclerose, mensen met hersentumoren, screeningsonderzoek voor bijvoorbeeld dementie en heel wat andere dingen ook. Alle beeldjes die gemaakt zijn, kijken wij na om te zien wat er iets te zien is of niet. En dan maken we daar een verslag van eigenlijk dat terug doorgestuurd wordt naar de aanvragende arts. De beelden worden eigenlijk gemaakt door de MRI en CT-technologen en die worden dan doorgestuurd eigenlijk via het computersysteem naar ons. En dan bekijken wij de beelden eigenlijk. Dat zijn vrij uitgebreid onderzoek met meerdere sequenties om te zien hoe dat de anatomie is, of dat er iets van pathologie is, iets van afwijking te zien zijn eigenlijk. En werf ik? 29 jaar. Nee. Oef. IST. Hoewel, ik denk gewoon s'avonds een serietje kijken als je alleen thuis bent op het gemak, ja, zonder dat je iets anders moet doen. Hobby's, lopen, gitaar spelen en snowboarden. Dan zou ik snowboarden kiezen. Gewoon, dat is zo wat meer uitdagend en wat leuker om te doen. Lopen is zo wat passiever.